Beste dames en heren, normaal ontmoeten we elkaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en heffen we samen het glas. Dat is nu opnieuw niet mogelijk en dat is erg jammer. Zoals gebruikelijk bij de jaarwisseling wil ik graag het een en ander met u delen. 2021, wat een jaar en wat een periode. Misschien heeft u het gevoel alsof de tijd voorbij is gevlogen. Of misschien heeft u juist de indruk dat de wereld stil heeft gestaan. Hoe dan ook heeft 2021 veel losgemaakt bij alle generaties, wereldwijd, maar ook op lokale schaal in Gulpen-Wittem. In een vogelvlucht. In januari werden we verrast door de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van voormalig president Trump. En niet veel later treedt, na een spannende strijd, Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten officieel in zijn voetsporen. In diezelfde week valt ons eigen kabinet Rutte 3. En in juli wordt ons land in het hart getroffen vanwege de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Nederland huilt. In augustus stijgt het kwik in Europa naar een ongekende temperatuur van maar liefst 48,8 graden en werd het hitterecord verbroken. Na 36 jaar vindt de Formule 1 weer in Nederland plaats en gaat het Oranje Legioen compleet uit zijn dak in Zandvoort. Datzelfde legioen verplaatst zich in december massaal naar Abu Dhabi. Onze eigen Limburgse Max werd als eerste Nederlander wereldkampioen van de Formule 1. In 2021 stond helaas opnieuw in het teken van de pandemie die een onvoorstelbaar grote weerslag heeft op de gezondheid van onze samenleving en al veel levens heeft opgeëist. Bijna iedereen heeft de gevolgen van het virus van heel dichtbij meegemaakt. En dat is niet eenvoudig. De gevolgen van de pandemie op onze mentale gezondheid baart me dan ook veel zorgen. Wie had kunnen bedenken dat er na de eerste coronagolf nog meerdere coronagolven zouden volgen? En na de lockdown van maart vorig jaar nog een tweede lockdown zou worden ingesteld. We sociale contacten bijna 2 jaar later nog altijd tot een minimum moeten beperken. En dat thuiswerken nog altijd de norm is. En dat we nog steeds elke dag een harde strijd met het virus aan moeten gaan. Dat alles en nog steeds is er gebrek aan perspectief. Zo'n lange periode van stilte, niets mogen en tegelijkertijd alles doen om het virus te bestrijden, heeft ook een donkere kant. Want Gulpen-Wittem is als gastvrije gemeente diep in het hart getroffen. Ondernemers kunnen geen kant op, de horeca mag maar beperkt gasten ontvangen, initiatieven van burgers worden noodgedwongen geparkeerd en diep gewortelde tradities die generaties met elkaar verbinden, kunnen niet doorgaan. Denk aan carnaval, aan Koningsdag, dorpsfeesten, herdenkingen en alle activiteiten van harmonieën en schutterijen. Het zit in ons bloed en het maakt onderdeel uit van wie we zijn. Het verenigingsleven staat on hold. Bijna alles ligt stil. En dat terwijl bepaalde sectoren, waaronder natuurlijk de zorg en hulpverlening, overuren draaien om alles in goede banen te leiden. Ik wil onze hulpdiensten, brandweer en politie ook deze keer weer opnieuw hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet en doorzettingsvermogen. Het feit dat we 24 uur per dag, 7 dagen in de week op jullie kunnen rekenen, is iets waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Bedankt. De hele situatie doet veel pijn. Hoe lang houden we dit vol? Ik denk dat iedereen zich dat wel een keer heeft afgevraagd. Schrikbarend zijn dan ook de cijfers van de afgelopen tijd die lieten zien dat Limburg er het slechtst voor staat van heel Nederland. En de realiteit is, ondanks dat we ons stinkende best doen, we zijn er nog niet. Ook in 2022 zullen we waarschijnlijk nog een lange tijd te maken krijgen met beperkende coronamaatregelen.
En dan de watersnoodramp, die ons in juli 2021 compleet overdonderde. Een ongekende hoeveelheid water kwam op een weerzinwekkende manier via Gulpenwittem Nederland binnen en baande zich op een rampzalige wijze een weg door Limburg en Brabant. Een crisis bovenop een crisis. En je vraagt je af hoeveel een mens kan hebben en een gemeenschap kan verdragen. Het water heeft ontzettend veel schade aangericht. Alle dorpskernen in Gulpenwittem zijn getroffen. En het gaat niet alleen om de schade die je met het blote oog kunt zien, zoals de schade aan woningen en gebouwen, maar ook op een emotioneel vlak. Het leed is groot en de weg naar herstel voor velen is lang. Uitspraken als dit hebben we nog nooit meegemaakt of zoveel water heb ik in heel mijn leven nog niet gezien, weerspiegelen de impact van de ramp op onze samenleving en staan in mijn geheugen gegrift. Maar de barmhartigheid waarmee we in onze gemeente elkaar tegemoet gaan als dat nodig is, is van ongekende kracht. Gedurende de ramp schoten inwoners elkaar direct te hulp. Zonder blikken of blozen stond u klaar voor het medemens en deed u wat er gedaan moest worden. Met een hand hulp en een luisterend oor bracht u elkaar warmte, troost en goede moed. En ook de jongere generatie kwam in actie. Ja, dames en heren, en hier sta ik dan met vier jonge mannen van die jongere generatie die in actie kwamen. Welkom Thomas, Tom, Hai en Jules. Jullie zijn hier om een hele speciale reden. En ik ga dat vandaag uitleggen waarom jullie hier in de Kloosterbibliotheek uitgenodigd zijn. De gemeenteraad van Gulpenwittem heeft 4 jaar geleden besloten een regeling in het leven te roepen. En die regeling draagt de naam het toekennen van een jongerenlintje. Het doel van die regeling is om jongeren tussen 6 tot en met 20 jaar in het zonnetje te zetten als ze zich hebben ingezet voor de Gulpenwittemse samenleving of als ze een bijzondere prestatie hebben geleverd. En voordat ik nou verder ga, wil ik graag dat de mensen thuis ook een filmpje zien. Dat filmpje is van de watersnoodramp en dat filmpje neemt ons terug naar 15 juli 2021. En jullie keken toen vanuit Wielree langs de Gulpenweg richting Gulpen. Vanaf boven wordt nog duidelijker hoe groot de chaos is. Normaal is dit een smalle rivier, nu een grote watermassa met een sterke stroming. Nogal gevaarlijk, blijkt even verderop. We stonden daar op de hoek en we zagen mijn vrouw fietsen. En toen zagen we het gaat bijna mis. Toen gingen ze opeens steeds meer naar die kant op. Dus ze begonnen aan te rennen en precies toen ging het fout. En toen zagen we haar daar liggen. En hier vooraan denk je, nou daar fiets ik doorheen. Maar daarachter komt een hele sterke stroom. En als je dat ziet, nou dan lig je er ook meteen naast. Dus het is dat ik weet dat ik hier vaak kom, maar gewoon dat alles hier onder water staat, is heel gaaf. Ja jongens, en op die dag, jullie zagen dat, jullie hebben toen halsbrekende toeren uitgehaald. Als vriendengroep hebben jullie een moedig en doortastend optreden laten zien. Een inwoonster uit Gulpenwittem, mevrouw Martinissen, en ze zit daar, kon niet meer zelfstandig het water uitkomen en riep daarom om hulp. Thomas, Tom, hielpen haar uit het water en jullie, Hai en Jules, haalden haar fietstas met persoonlijke spullen uit het water. Het was een zeer bijzondere actie van jullie als vriendengroep. Vooral gezien de grote hoeveelheid water en de sterke stroming die door de watersnoodramp ter plekke was ontstaan. En dat hebben we net op dat filmpje kunnen zien. De kracht van het water moet ook niet onderschat worden. En ik ben dus ook echt heel blij dat mevrouw Martinissen, maar ook jullie hier gezond vanavond aanwezig kunnen zijn. En ik kan me zo voorstellen dat jullie als ouders ook heel blij zijn dat dat allemaal goed is afgelopen. Als gemeentebestuur willen we jullie als vriendengroep dan ook heel erg bedanken voor deze bijzondere heldhaftige daad. En daarom mag ik jullie vertellen dat aan jullie een jongerenlintje wordt toebekend. Mevrouw Martinissen heeft dat voor jullie aangevraagd en er is een speciale selectiecommissie die heeft beoordeeld dat jullie alle 4 dat lintje verdienen. En die commissie die zegt dat jullie met enig gevaar voor eigen leven gehandeld hebben, dat er een leven is gered, dat er waardevolle spullen zijn gered en dat jullie een voorbeeld zijn van moedig en doortastend gedrag. En dat het een hele bijzondere prestatie is. Thomas, ik wil jou graag namens mevrouw Martinissen heel erg bedanken voor jouw heldhaftige daad. Dank je wel.
En jij verdient een jongere leentje. Dan geef het wel aan mama. En ook namens mevrouw Martinez heel erg bedankt. En sluit graag met je vrienden. En ook jij, Hai, heel erg bedankt voor jouw dappere daad. Ook namens mevrouw Martinez. En ook jij verdient dat jong verleentje. Dus jij houdt ook van spas maken, zoals we dat zeggen in Nederland. Ook jij heel erg bedankt voor jouw dappere daad, ook weer namens mevrouw Martinissen. En ook jij verdient dat jongere leentje. En ik wil graag een mama vragen om te stellen. Alsjeblieft. Beste mensen, we werden de afgelopen 2 jaar teruggeworpen naar de basis en feitelijk is daar nog niet veel aan veranderd. Dat heeft ook een inspirerende kant, want onze goede en fijne kwaliteit van leven in onze gemeente staat misschien wel meer centraal dan ooit tevoren. We koesteren waar we rijk aan zijn, maken dankbaar gebruik van het beste dat onze omgeving te bieden heeft en investeren in onze toekomst. Daar geven onze ondernemers, verenigingen en stichtingen en ook inwoners zo goed en zo kwaad als dat nu kan kleur en invulling aan. Op een manier die past bij onze Cheetah Slow filosofie. Ik ben er dan ook erg trots op dat we ook dit jaar weer 2 ambassadeurs aan ons Schulpenwitte Cheetah Slow netwerk mogen toevoegen. De teller staat daarmee op 11 en ik ben er zeker van dat nog veel ambassadeurs gaan volgen. Misschien vraagt u zich af wat u in het dagelijks leven zou moeten merken van Cheetah Slow. Ga op ontdekkingstocht. En wie dat nog niet of te weinig doet, nodig ik van harte uit om wat vaker op pad te gaan in deze prachtige omgeving. Beweeg, wandel en fiets. Ontdek plekken die u nog niet kent. Of bezoek bijvoorbeeld eens een van onze Cheetah Slow ambassadeurs en zet uw zintuigen maximaal in. U zult verrast worden door het moois dat u lokaal tegenkomt. Vaak zit het in de kleine dingen en die moeten we vooral koesteren. Dit jaar bent u aan zet en wel in maart. U krijgt dan opnieuw de kans om te bepalen wie in de gemeenteraad van Gulpenwitte moet komen. Dat is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. De gemeenteraad bepaalt onze koers. En u heeft daar invloed op. Gebruik die kans. U heeft als inwoner recht op volksvertegenwoordigers die zorgen voor duidelijkheid en die keuzes maken die ze kunnen uitleggen. U heeft recht op raadsleden die besluiten nemen op basis van feiten, waarheden en duidelijke argumenten. Hij of zij moet controleren of alles goed verloopt en kritisch zijn, vanuit een positieve grondhouding en vertrouwen. Van een raadslid mag u verwachten dat deze zijn of haar fatsoensnormen in een debat handhaaft en de ambtelijke organisatie in ere houdt. Op dit moment zien we in zijn algemeenheid verruwing en verharding in onze maatschappij en ook in de politiek. Wilt u dat voorkomen? Of bent u het wel eens niet eens met hoe zaken lopen, dan is het des te belangrijker om in maart uw stem te laten klinken. Kies daarom eerlijk en bewust op basis van vertrouwen en feiten.
Ook jongeren wil ik aanmoedigen om naar het stembureau te gaan. Het recht om te stemmen is niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Maak er gebruik van. Ook jij kunt het verschil maken. We hopen allemaal dat 2022 het jaar wordt van opbloeien en bruisen. Het jaar waarbij de energie weer kan stromen en er weer ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. We zijn trots op onze actieve, meedenkende kernoverleggen en bewonersnetwerken die zich samen met inwoners sterk maken voor doorontwikkeling. Er zijn al zoveel mooie dingen bereikt en dat ondanks alles. U bleef als inwoner fanatiek met ons meedenken. Digitale bijeenkomsten over belangrijke thema's gingen niet uit de weg. En dat laat zien hoe vastberaden we in Gulpen-Wittem zijn om aan de weg te blijven timmeren. En dat we in beweging willen blijven. Dank u wel dat we op uw inbreng kunnen rekenen. Beste mensen, een erg rooskleurig perspectief ten aanzien van de pandemie ontbreekt op dit moment nog steeds. Maar wat voorop staat is dat we ook in 2022 voor elkaar moeten zijn. En dat we er samen alles aan moeten doen om er het beste van te maken. En ik weet dat we het kunnen, want ik heb gezien waar we toe in staat zijn, zolang we er maar samen de schouders onder zetten. Want als mens zijn we veerkrachtig, dat zag ik het afgelopen jaar in onze gemeenschap terug. U haalde energie uit andere dingen om toch door te kunnen blijven gaan. U werd creatief en u bleef niet bij de pakken neerzitten. Ondanks alle beperkingen, u bent er voor elkaar. En ik heb er vertrouwen in dat dat ook dit jaar gaat lukken. En heeft u hulp nodig of bent u op zoek naar een luisterend oor, trek dan aan de bel. Want wij zijn er, ook voor u. Samen de schouders eronder zetten gebeurt in Gulpen-Wittem op creatieve manieren. En zodanig dat het jongeren en ouderen samenbrengt en iedereen zichzelf kan zijn. En daar zijn we heel dankbaar voor. Samen de schouders eronder zetten en op een creatieve manier, daar weten de dorpsverbinders van Hallo Heuveland alles van. Hallo mensen van Hallo Heuveland, hallo dorpsverbinders. Elk jaar bij de nieuwjaarsbijeenkomst reikt het gemeentebestuur de uitstralingsprijs van de gemeente Gulpen-Wittem uit. En helaas, ook dit jaar kan dat niet tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden. Maar toch wordt de uitstralingsprijs ook dit jaar uitgereikt. De uitstralingsprijs wordt toegekend aan een persoon, een vereniging, een stichting of een bedrijf die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft verricht en hierdoor een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente Gulpen-Wittem. Om te bepalen wie die prijs ontvangt, is er een uitstralingscomité in het leven geroepen en dat comité bestaat uit inwoners verspreid over de gemeente met elk een verschillende achtergrond. En dit jaar heeft het uitstralingscomité het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om de uitstralingsprijs 2021 toe te kennen aan Hallo Heuveland. En het college van burgemeester en wethouder heeft dit advies positief opgevolgd. En om die reden zitten jullie hier vandaag om deze prijs in ontvangst te nemen. Ik citeer graag de overwegingen in het advies van het comité om de uitstralingsprijs aan jullie dorpsverbinders van Hallo Heuveland uit te reiken. Zij schrijven: Hallo Heuveland is een digitaal dorpsplein van Gulpen-Wittem. Het is een initiatief van de gezamenlijke kernoverleggen. Het is een unieke ontmoetingsplek en er is sprake van participatie van vele mensen uit verschillende kernen. Het platform is laagdrempelig en biedt mogelijkheid tot onderlinge contacten en iedereen kan er zijn verhaal op kwijt.
Er wordt samengewerkt aan de vitaliteit en leefbaarheid van de eigen leefomgeving, waardoor de dorpen levendig en leefbaar blijven. In relatief korte tijd is flink aan de weg getimmerd en de dorpsverbinders die het gebruik van Hallo Heuveland bevorderen en ondersteunen, updaten de site frequent. Het is een eigentijds medium met een vorm van zelfsturing die bij de huidige tijd past. Het platform is grensoverschrijdend en dit alles geeft aanleiding om waardering en respect en dank te uiten. En als ik even voor het college mag spreken, vind ik het heel passend om jullie nu na al een jaar in het zonnetje te zetten. Hallo Heuveland heeft een grote bereikbaarheid en het is heel knap wat jullie in zo'n korte tijd met Hallo Heuveland hebben bereikt. Dik 28.000 belangstellenden bezochten de site en er waren bijna 200.000 paginaweergaven, zo'n 525 inwoners hebben een profiel en er werden ongeveer 1170 berichten geplaatst op Hallo Heuveland. In Gulpen-Wittem zijn we er voor elkaar. En jullie brengen dit letterlijk in praktijk. In deze coronapandemie hebben jullie met deze online community een welkom, veilig en prettig alternatief geboden voor het fysieke contact, wat helaas tot een minimum moet worden beperkt. Zie deze prijs, lieve dorpsverbinders, als een waardering en erkenning voor jullie inzet, maar zie het ook als een stimulans om door te gaan. Straks, in de toekomst, hoop ik dat Hallo Heuveland een plek blijft waar inwoners elkaar online kunnen blijven ontmoeten. Maar hopelijk zullen deze digitale ontmoetingen dan ook leiden tot heel veel fysiek vervolgcontacten. Het uitstralingscomité heeft verder geadviseerd om de 12 huidige dorpsverbinders de prijs in ontvangst te laten nemen. En ik wil ze toch graag even voor de mensen thuis met name noemen. Dat is Marianne van Heusen, dorpsverbinder van IJs. Els Tisse, dorpsverbinder Epe. Lucien Doeve, ook dorpsverbinder Epe. Tjeu Severijns, dorpsverbinder Gulpen. Dan Maria Mobers uit Partij Wittem. Rina Engelen, de dorpsverbinder voor Rijmerstok, samen met Felix Lacroix. Sandra Freins uit Waalwieler. En dan de dorpsverbinders uit Wielree, Martin Kreuze, Hilda Keulders, Ingrid Teunissen en Jacques Teunissen. Nieswieler, Sleenaken en Mechelen zijn vooralsnog niet vertegenwoordigd door een dorpsverbinder, maar ik hoop dat er na vandaag heel snel verandering in zal komen en dat ook daar een vrijwilliger zal aansluiten. Dan heb ik twee dingen die ik wil overhandigen en ik zou graag Jacques en Rina naar voren willen vragen om de prijzen in ontvangst te nemen. Heel erg bedankt voor jouw inzet samen met alle andere dorpsverbinders. En Rina, ik geef jou de oorkonde en uiteraard, dit is voor jullie allemaal bedoeld. Gefeliciteerd. Trots. Trots zijn we wat we met jullie hebben bereikt in 1 jaar tijd. Wij als dorpsverbinders met jullie in Gulpen-Wittem. Wat we heel graag willen, onder ons motto van het Ee kunt het anger, met een knipoog naar Lucien, willen we graag heel veel mensen ontmoeten in 2022 op Hallo Heuveland. Beste mensen, ondanks alles draait de wereld door. Dat is een harde werkelijkheid en tegelijkertijd een die helpt om te relativeren. Hoe lastig dat ook is en hoeveel gevoel daar soms ook bij komt kijken. Het is belangrijk om daar af en toe bij stil te staan, want zo komt er ruimte voor nieuwe inspiratie en energie. Laten we samen het nieuwe jaar vol goede moed trotseren en hopen dat de situatie in 2022 snel verbetert. Zodat het weer kan bruisen in onze gemeente en we weer samen kunnen genieten. Wij hopen u van harte volgend jaar weer in het echt te mogen ontmoeten. Via deze weg wensen wij u een goed, gezond, gelukkig en liefdevol 2022 toe. Gelukkig nieuwjaar. Proost!
2022 wenst u een heel gezond en gelukkig 2022. Namens de Stichting Waalwielerwijnfeesten en nog altijd regerend Wienkoningin Francis wens ik allemaal een gelukkig, maar vooral gezond 2022. Proost! Ook in 2022 zit Veros in Verzoen en Lijvergulpen. Blijf gezond allemaal! Wij wensen alle inwoners van de gemeente Gulpen, Wittem en gezond en gelukkig 2022. De Gulpen. Ander nieuws uit Gulpen-Wittem. Ook wij wensen u een gezond 2022. Bedankt dat u ons zo massaal bezocht op Hallo Heuveland in 2021. We hopen u ook in 2022 weer te ontmoeten voor uw informatie van uw wijk, dorp en buurt op Hallo Heuveland. Gelukkig nieuwjaar! Leef nu! Tennisvereniging LTC Gulpen wens u een groot en sportief nieuwjaar. Wij wensen u allemaal een positief, gezond en gelukkig 2022. Hoog Gulpen Wittem wens jullie een gelukkig nieuwjaar! De allerbeste wensen voor 2022. Namens de Stichting SLA, Grote Gulpen Vastelovens Finale, en Stichting KCC, de Kleeberg Challenge en de Kleeberg Cross. Wordt er vooral veel respect voor elkaar blijven houden in 2022. En dat alles vooral in hun goede gezondheid. Zij Actief Rijmerstok wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2022. Namens het Cluster Gulpen Wittem wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De Rotary Gulpen Heuveland wens jullie fijne dagen en een geweldig mooi nieuwjaar in ons mooie Heuveland. Cheers. RTD wens jullie een fantastisch 2022. Ook in 2022 staan wij weer voor u klaar in het winkel- en horecahart van het Heuveland. Namens alle ondernemers wens de Stichting Samenwerking en Promotie Kern Gulpen u een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.